Nou, als je hier kijkt, hier komen ze elke maand controleren op de muizen. Nou, als je hier kijkt, hier liggen een aantal keuteltjes. En hier staan bakjes waar ze aan controleren hoeveel dat er geweest zijn. En daar staat er ook een. Het magazijn van de opticien is een plek waar de muizen graag vertoeven. Ze zitten er al jaren. En ook bij deze kledingwinkel zijn ze niet blij met de muizen. Hoe komt die overlast van muizen tot uiting? Ja, doordat het alarm 's nachts afgaat van de winkel. En dan hebben ze langs de sensoren gelopen en ja, dan gaat het alarm af. Dat zijn indicatoren die dus reageren op warmte en beweging. Hoe reageert het personeel als er muizen door de zaak lopen? Nou, één collega die is er niet bang van, maar ik heb wel een vrouwelijke collega, die vindt dat niet fijn. En als er dan af en toe wel eens eentje rondloopt, ja, dan springt ze naar buiten. Waar komt het vandaan, denkt u? Ja, etensbedrijfjes hier uit de omgeving, die zitten er nogal veel. En ja, goed, je moet zo voorzichtig zijn dat je geen kruimels laat vallen en of dat je het 's avonds goed schoonhoudt. Ja, want 's avonds is het hier boven de muizen. Een medewerker van een horecagelegenheid op het Zuidplein erkent het probleem, maar wil niet voor camera reageren. Zodra de winkels zijn gesloten is het feest voor de muizen. Vaak 's avonds of 's ochtends voor je gaat beginnen. Maar het wordt bestreden. De beheerder van winkelcentrum Zuidplein wilde vandaag niet reageren.